Goedemorgen, deze morgen. Het is weer maandag, weer een nieuwe week. En voor mij dus weer een week om veel te leren. Donderdag heb ik weer opnieuw examen. Dus ik ga heel hard mijn best doen om te hopen dat ik het nu dus wel haal. Nou ja, sowieso doe ik mijn best, ook al zou ik het niet halen. Maar hopen dat ik het nu mag halen. Ik heb Alira bij de gastouder gebracht vanmorgen. Of zo net, moet ik zeggen. En ze was een beetje jammerig. Ze had wel weer een wat onrustige nacht. Ze is nog steeds vroeg wakker. Het is een fase, hoop ik, denk ik. Ik weet het gewoon niet. Dat is voor ons ook wel zwaar. Want wij worden dan ook gewoon een beetje wakker. Maar goed, de gasthouder die komt wel weer goed. Ze is alleen vandaag, het is maandag, dus dan is ze nog alleen daar. En ze ging nu eerst weer even mee haar kinderen naar school brengen. Dan gaat ze gewoon lekker slapen. Ze heeft niet echt verhoging of koorts meer, maar ik heb gewoon voor de zekerheid de thermometer meegegeven van hey, stel dat ze toch wat warmer aan begint voelen of soort afhankelijke temperatuur even. En dan kunnen we wel even kijken wat we daarmee moeten, of ze nog wel of niet ziek is. Ja, dus ik heb hier mijn laptop weer aan. En ik weet niet per se hoe ik ga leren de komende dagen, want ik heb natuurlijk alle oefenexamens al gedaan. Maar ik ga proberen gewoon wat meer theorie tronk in mijn hoofd te stampen. En dan hopen dat ik dan daarmee meer punten haal op het examen. We gaan het zien. Ik doe gewoon mijn best. En dan zien we het wel weer. Heleboel uurtjes later. En we hebben eindelijk een momentje gevonden om naar de Livera. Waar moet ik heen? Hier is de navigatie. Oh, daar is het. Om naar de Livera outlet te gaan, die hier in Houten is. Vandaag was eigenlijk de enige dag dat we dit heel even konden doen. Sorry voor het geschik. Want morgen en woensdag hebben we alweer afspraken verder. Dus wilde ik niet ook hier aan tijd besteden, zeg maar. Ik heb namelijk nog steeds mijn zwangerschaps-BH's aan. Of voedings-BH's heet het eigenlijk. En de vorige BH's die ik had, met beugel en al, die pas ik gewoon niet lekker meer. Mijn borsten zijn toch wel veranderd sinds de borstvoeding en zwangerschap en dergelijke. Dus ik wilde al enige tijd eigenlijk, nou ja, nieuwe BH's kopen. Maar elke keer komt het er gewoon niet van. En deze voedingsbaas zit er gewoon prima. Dus elke keer denk ik, ja, waarom eigenlijk? Whatever. Maar toen zag ik hier langs de weg van die borden staan dat er een outlet was van de Livera. Toen dacht ik, nou ja, laten we eens gewoon gaan kijken. Dus ik ben benieuwd of we daar iets vinden. Hoe dat dan in elkaar steekt. Want kan je ook passen daar of zo? Ik heb geen flauw idee. Maar haal ik niks, dan is het ook prima. Maar dan zijn we in ieder geval heel even geweest om even te kijken. Pleu, nou dat was helemaal niks. Op naar huis weer en verder met leren. En dan ga ik zo meteen Alira ophalen. Goedemorgen, deze morgen. En dit is een hele goede morgen. Want ik ben nu bij de ortho. Want vandaag gaat mijn beugel eruit. Ja, super blij mee. Eindelijk. Ik heb hem gewoon 2 jaar gehad. En ik keek er gewoon al een hele poos naar uit. Dit is gewoon echt een momentje waar je naartoe werkt, zeg maar. Dus ik ben echt super excited. Ik ben een beetje te vroeg. Ik heb Alira net afgezet bij oma. En dan is de ortho op de terugweg naar huis. Dus ik dacht, ik rijd gewoon meteen door. Ik heb haar iets later afgezet. Ook om de reden dat ik wist dat ik te vroeg zou zijn. Het is nu bijna 9:30. En mijn afspraak is om 10:00. Dus ik blijf gewoon heel even wachten. Ik heb super suf. Heb ik de Switch meegenomen, al realiseer ik me. Ik denk dat ik daar wifi voor nodig heb. En dat heb ik hier natuurlijk niet. Dus ik kan denk ik niet eens spelen erop. Maar dan ga ik gewoon heel even op mijn telefoon. Dan ga ik gewoon even wachten. Maar goed, kijk dus even goed. Even ingezoomd. Nu dus met beugel.
En dan die gaten, die heb ik nog steeds natuurlijk. Maar die gaan dan over een poosje, over een paar maanden bij, door de implantoloog, wordt dat weer opgevuld. Krijg ik daar weer kronen op. Maar voor nu gaat de beugel eruit. Ik ben heel erg benieuwd ook in hoeverre het verkleurd is. Omdat natuurlijk, hè, mijn tanden, je poetst wel, maar je komt niet overal fantastisch goed bij. Dus ik vraag me af of ik witte stipjes ga hebben op mijn tanden waar de snotjes zaten. Gaan we zo meteen zien. Nu dus een voor. En dan zometeen een na. Tada! Oh, mijn tand is wel nog steeds verkleurd. Ik ben ooit op mijn tand gevallen. En er zit ook een nep stukje aan eigenlijk. Maar die tand is dus verkleurd, dus altijd al. Maar dit is toch veel beter. Nu komen dus die implantaten er nog in. Over een paar maanden. En ik heb nu dus een ik zie je niet eens. Een spalkje gekregen. Boven en onder. Maar ik ben blij. Want ik heb eindelijk geen beugel meer. Ha! Echt, dan kan ik tenminste weer enigszins normaal lachen. Als ik van de zijkant lach, dan zie je dus wel nog die gaten. Dus dat vind ik echt heel erg lelijk. Maar dat gebeurt in februari. En dan heb ik eindelijk weer een volledig gebit. Nu is het ondertussen 10:55. Ik heb echt honger. Alles bij elkaar. Ik ben een beetje klaar. Dus ik ga gauw naar huis. En dan gauw weer leren. Voor weer mijn examen voor donderdag. Maar hier. Ha, helemaal blij mee. Goedemorgen. Deze morgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb Alira net afgezet bij mijn moeder. Voor de dag weer. Die was er erg blij om mijn moeder te zien. Super leuk om te zien hoe ze altijd zo lacht. Ik ben nu heel even onderweg naar de Kruidvat. Een paar dingetjes halen. En dan ga ik gauw aan het leren. Want ik heb alleen maar de ochtend de tijd om te leren. Want vanmiddag ga ik naar mijn nicht Stef toe. Superleuk. Ze is zwanger. Ze is nu 22 weken uit mijn hoofd. Ik weet het niet precies. Ik denk dat ik het fout heb. Maar in ieder geval superleuk om haar met zo'n mooi buikje te zien. Dus, en ik heb haar al een pootje niet meer gezien. Dus ik vind het superleuk om de rave te zien. Maar nu eerst even op naar de Kruidvat. Zo schattig. Ja, 4 euro voor 2 van die dingen vind ik best wel wat eigenlijk. Hebben jullie dat ook altijd? Dan wil ik geen lijstje op mijn telefoon bijhouden wat ik moet halen. Maar dan onthoud ik een getal. En nu dus 4. Ik moet 4 dingen halen. Waaronder dus haarklipjes voor Alira. Want de haar wordt een beetje lang. Het zit elke keer net als het los is, gaat het bij de ogen zitten. Dus ik dacht, ik hou gewoon van die clipjes. Ik vind dit ook wel heel schattig. Al van die, hoe heet dat? Hoe heet dit? Het is Nederlands. Strikjes, van die strikjes. Dus ik denk dat ik deze wel meeneem. Dat vind ik wel heel cute. Nog meer. Maar dit is dan wel 4,50. Dat is wel duur. Jeetje. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. En even kijken. Ik denk gewoon van deze basic dingen. Die. Dat is ook alweer 3 euro. Ik denk dat het toch deze worden. Ik dacht, ik kijk nog heel veel verder of ik andere zie. Maar ik denk dat het toch gewoon deze basic kleine clipjes worden. 3 euro. Mijn geld voor een paar clipjes. Ook wilde ik nog nieuwe panties. Ik ben een boel panties aan het uitproberen. Alles. En ik dacht, weet je, hier zijn ze toch ook niet zo heel duur. Dus laat ik het ook maar eens hier proberen. Ja? Dus ik vind het wel altijd fijn om jurkjes te dragen. Maar ja, het is winter nu. Of wordt winter nu. Dus moet ik dan wel ook
Een panty bij. Ja, welk doe ik dan? En die maat, weet je wel. Kijk, dit is dan 42-44. En dit is dan weer 38-40. Maar wat is mijn maat? In principe maat 40. En dan zou ik eerder zeggen 40-42. Dus wat doe ik dan? Doe ik dan de kleine of doe ik dan de grote? Daar heb ik altijd zo altijd last van. Maar ik denk dat ik niet de enige ben daarin. Maar het is altijd gewoon lastig. Maar goed, even heel even kijken welke ik hier ga kiezen, want het is een heleboel keuze. Kijk, nu zit ik er dus mee. Ik heb dus onthouden, ik moet 4 dingen hebben. Haarklipjes, panty, pillen. We moeten nieuwe vitaminepillen hebben. Maar wat is nummer 4? Stom hè, herken je dat dan? Maar ja, of ik ben gewoon eigenwijs dat ik het niet op wil schrijven. Voeding, ik weet het weer. Ik loop er langs. Kijk, we hebben nieuwe... We hebben rijstbloem voor Alira nodig. En we gaan nu over op de... Of het is geen rijstbloem, het is licht. Of volkoren, dat doen we altijd 's avonds door haar fles heen. En we gaan nu over op de 8 plus maanden. We hadden nog die 6 plus maanden. Nu over op de 8 plus maanden. Dat was nummer 4. Pak ik nu nog heel veel gouden vitamines en dan ben ik klaar hier weer. Ik ben onderweg naar Stef, naar mijn nicht. En misschien dat sommigen het al weten die me... iets langer volgen, maar mijn regel is altijd: kom ik langs een Starbucks, dan moet ik het even halen. Ik heb nu wel gekozen voor een medium in plaats van dat ik groot altijd neem. Is gewoon een regel. En morgen heb ik weer geluk, want morgen kom ik weer langs. Nee, eigenlijk slaat het nergens op. En weet je, wie weet dat ik morgen denk van nee, ik doe het niet, want ik heb het gisteren al gehad natuurlijk. Want zo erg ben ik ook weer niet. Maar aan de andere kant heb ik er gewoon zin in op dat moment. Dan doe ik het gewoon. Klaar. Goed, ik ga nu verder rijden. Ik moet nog een ruim kwartier rijden. En dan ben ik er. Ik ga haar niet. Ik ga daar niet filmen, wou ik zeggen. Want zij wil niet in beeld. En dat vind ik absoluut prima. Dat waardeer ik. Respecteer, moet ik zeggen. Ik gewoon. En ik ga gewoon even gezellig een paar uurtjes daar hangen. En dan ga ik vanuit Stef door. Weer naar mijn moeder toe. Om Malira op te halen vanavond. Ik heb jullie heel even op de mount gedraaid nu, terwijl ik voor het verkeerslicht stond. Want net gebeurde toch even iets heel grappigs wat ik heel veel wil vertellen. Want, nou ja, ik vind het grappig. Maar ik weet wel zeker dat die vrouw het niet grappig vond. Ik was namelijk een vrachtwagen aan het inhalen. En je mag nu overal 100 natuurlijk. Nou ja, ik ben niet zo'n debiel die met 120 over de snelweg gaat op het moment. En die vrouw die achter mij reed, die vond zichzelf wel zo'n debiel. Nee, wacht, dat klinkt niet aardig. Zij zat heel strak achter mij te plakken. En ik ben dan zo iemand die denkt, joh, plak jij lekker een eind weg. Ik blijf gewoon zo rijden als ik rij. En je hebt maar gewoon even geduld. En dus ik gewoon... Hè, die vrachtwagen inhalen en na de vrachtwagen ga ik weer opzij. En terwijl die vrouw mij inhaalt, kijk ik opzij haar auto in en zij kijkt opzij mijn auto in. En toen dacht ik al, ai! En ik ben dan ook gewoon zo'n bitch die, terwijl zij weer voor mij naar rechts gaat, ga ik zo naar de zwaaien. Zo van, dag! Veel plezier met je haast. Oh, is dat erg? Ben ik dan zo erg? Ja, eigenlijk wel, hè. Sorry hoor, ik kan daar altijd alleen maar om lachen. Van die mensen die zo'n haast hebben en gewoon scheid hebben aan snelheidslimiet of whatever of zo. Echt, ben ik daar de enige in? Nee, toch? Kom op. En ja, vervolgens zie ik alleen maar de lol ervan in en denk, yo, doeg, hè? Veel plezier met je dag. Ja, dus ja, dat doet me wel altijd even lachen in de auto. Ik bedoel, als je een poosje aan het rijden bent, is zoiets alleen maar grappig als dit gebeurt. Ja, goed. Oké, dat wilde ik nog even delen. En ik ben daar bijna over 3 minuten. Dus tijd voor gezelligheid nu. Goedemorgen, deze morgen. Het is donderdag vandaag. Ik heb Alira net afgezet bij de gasthouder. En was wel zielig, want ze was een beetje huilerig en jammerig. We hebben een beetje een gebroken nacht gehad. Ze had helaas weer heel veel de spee nodig. En als ze dan de spee weer had, dan
was ze meteen weer uit voor een half uur, drie kwartier en dan weer opnieuw. Dus Richard en ik die zijn heel veel bezig geweest vannacht. En Alira had dus ook gewoon niet helemaal lekker geslapen. Dus ze kwam een beetje jammerig daar aan. En gelukkig reageert de gasthouder daar gewoon heel erg fijn op. En die had haar gewoon lekker in de stoel gezet en even een broodje gegeten, want ze had hier alleen de fles op. En ze hoefde niet mee haar eigen kinderen naar school te brengen, want een van haar dochters was helaas ziek. En de oudere dochter die mocht zelf naar school. En dus Alira die bleef gewoon lekker thuis daar. En, maar het is wel gewoon vervelend als je dan weer buiten staat bij je fiets. En je hoort gewoon dus dat de leraar het wat lastig heeft en dus aan het huilen is. En dat is gewoon niet prettig. En ik weet dat het goed komt, maar dan ga je toch wat vervelender weg. Ik ben ondertussen nog even gauw aan het leren. Want ik heb zometeen weer mijn examen om 1 uur. Ik ga er weer vanuit dat ik het niet haal. Dan kan het alleen maar meevallen. Maar ik merk dat ik er gewoon niet helemaal lekker in zit. Dus ik hoop dat ik nog even aan kan, zeg maar. Dat mijn knopje nog even aangaat. Dus vandaar dat ik nog heel even ga leren. En dan maar duimen zometeen dat het meevalt. Ik ben aangekomen in Woerden. Daar gaan we. Let's go. Zo, ruim 2 uur later, maar ik ben klaar. Ik moet zeggen, ik voel me er wel iets beter over als vorige week. Geen idee, ik ging iets fijner door de vragen heen en had het gevoel dat ik meer daadwerkelijk de antwoorden wist, zeg maar. Maar ja, het zegt helemaal niks. Ik heb echt geen flauw benul, dus we gaan maar weer afwachten. Ik hoor het dus zometeen heel snel. Dus ik ben zo weer bij jullie terug als ik het mailtje weer ga openen met de uitslag. Nogmaals, ik ga er gewoon maar vanuit dat ik hem weer niet heb gehaald, want dan kan het alleen maar meevallen. Het voelt nu in ieder geval wel beter, dat heb ik in ieder geval al bereikt, zeg maar. Maar anders is het weer zo'n... Natuurlijk is het nog steeds weer een domper als ik het nu weer niet haal. Maar als ze er maar vanuit gaan dat ik het gewoon niet heb gehaald en het positiever uit kan vallen dan andersom. We gaan wachten. Jullie horen het nu heel snel. Oké. Je hebt een uitslag. Ik heb geen uitslag op. Nee. Ja, hier bij je oog. Oh nee, die is weg. Oh, bijna weg. Ja, gaat beter. Oh god, oké. Gaan we. Weer een 5. Weer een 5? Waarom nou? Jongen. 37,81 behaald. Ding it! Hoeveel was een 5,5? Ja, weet ik niet. En het voelde zo goed nu. Dat is wel vervelend. Is het nou meer dan de vorige keer of dat ook niet? Een paar punten bedoel je? Ja. Nou ja, weet ik niet. Even kijken, 37,81. Oh, ik heb wel wat meer dan de vorige keer. Vorige keer had ik 35,86 en nu 37. Oh, nou, en mijn baas belt, maar ga ik even opnemen. Hi, Melinda. Goedemorgen, deze morgen. Het is vandaag vrijdag. En mijn geest zit niet helemaal op de goede plek. En daar bedoel ik mee. Ik voel me gewoon even blij. Vanmorgen kwam het er ook even allemaal uit, want Alira die slaapt gewoon nog steeds niet fijn 's nachts. Ze moeten nog steeds 2-3 keer per nacht, is ze wakker en ja, moeten we er weer helpen in slaap. En het is een fase, ik weet het. Het is waarschijnlijk gewoon die slaapregressie waar ze nu in zit, maar zit ze nu gewoon al een poosje in en op een gegeven moment breekt het je op als je al wekenlang eigenlijk geen nacht doorslaapt en gewoon vroeg, want 5:30 is klaar en dan proberen wij er dus nog weer in slaap te krijgen. Maar het breekt je op een gegeven moment op als je zo lang gewoon niet goed slaapt. En daarnaast dus het nieuws dat ik dus weer mijn examen niet heb gehaald gisteren. En eigenlijk was de druppel, wij Richard en ik zijn ook. Ja lieverd, ik hoor je. Kijk, zit je klem? Hey. Ja.
Alira zit nog in haar pyjama. Ja, want we gaan zo zwemmen, hè? Dus ze is helemaal nog niet klaargemaakt. De haar zit super fancy. Ze doet dit opeens weer de laatste tijd. Weer dat met haar lippen. Nou, dat dus. Hi, goedemorgen. Hallo, lekker kwijlen. Nou ja, ik zie geen tandjes, maar sommige dingen, het lijkt er wel op alsof er toch iets tandjes komen. Maar, want dit doet ze weer. Oh, het hele kleed wordt vies door, schatje. Ja. Ja, het is een fase, hè? Zullen we maar denken. Maar Richard en ik zijn ook bezig nog steeds met afvallen. Tenminste, proberen we. En vanmorgen zei Richard, ja, ik weeg nu zo en zoveel. En hij weegt nu gewoon een stuk minder dan ik. En het feit dat het bij hem gewoon zo makkelijk gaat. En ik ga verschrikkelijk met ups en downs. Het was heel even de druppel. En toen moest ik even huilen toen we nog in bed lagen. En gewoon even alles bij elkaar wat even te veel was. En het is niet makkelijk allemaal. Nee. Maar ja, vervolgens haalde ik Alira uit bed. En dan zit ze zo erg te lachen naar je. En dat maakt het dan wel weer goed. Dan denk ik, oh, je bent zo leuk. Ja, ik hoor je. Maar goed, uiteindelijk komt het wel weer goed. We gaan ons nu heel even klaarmaken voor de zwemles. En dan zien we wel wat de dag brengt vandaag. Wij zijn lekker een broodje aan het eten. En tegenwoordig pakken we het zelf, hè? Ja, goed zo. De gastouder was daarmee bezig geweest. En die had een filmpje gemaakt en die liet het ons zien. En nu oefenen we het ook, hè? Ja. Is het lekker? Kijk, leggen we op tafel neer. Oh, nou links kan ook. Ja, maar je bent toch rechts dan, hè? Ja, goed overpakken en oh. Ja, goed zo. Oh. Ja, spuug het weer uit. Oh, lekker. Lekker soppen. Ja, nam. Goed van jou. Ja, het maakt wat meer een zooitje, maar hé, ach. Maak het uit. Zwemles was weer leuk. Hè, Lira? Ja, was weer leuk. Mis. Oh, helaas. Nog een keer proberen. Goed zo. Oh, bijna in je mond. Ja. Alleen heb je nog een staartje eraan. Ja, goed zo. Ik werd net gebeld door iemand van mijn werk. Ik heb eigenlijk zeg maar mijn baas die zoekt voor mij voor een opdrachtgever. En daarnaast heb ik nog iemand die eigenlijk ervoor zorgt dat we allemaal de WFT's behalen. En die tweede persoon die belde net. Hij had mijn gegevens opgevraagd bij Lindehagen via waar ik het examen heb gedaan gisteren. Om te kijken hoe ik nou eigenlijk gescoord heb. Want het examen bestaat uit 3 onderdelen. Kennis, vaardigheden en professionaliteit. En hij was dus nieuwsgierig wat ik waarop scoorde en dergelijke. En het blijkt dat mijn kennisvragen of antwoorden, zeg maar, dat deel, dat ik die echt nu met 70% heb behaald. En dat is dus eigenlijk de helft meer als dat ik vorige keer. Volgens mij zat ik de vorige keer op 40, 50, zoiets of zo. En ik zei hem dus ook van ja, dit keer voelde zoveel beter dan de vorige keer. Dus ik snapte het al bijna niet. Maar dat komt dus daar vandaan. En dat zei hij ook. Je gevoel klopte dan dus. Want ik heb de kennisvragen veel beter gemaakt dan de vorige keer. En daarom voelde het nu dus ook zo goed. Dus dat was wel een beetje een opluchting. Dat ik dat in ieder geval veel beter heb gemaakt. En dat dus mijn gevoel klopte. Want ja, ik voelde me gewoon best wel een beetje shit gisteren. Ik denk, ja, het voelde zoveel beter. Waarom heb ik dan alsnog een 5? Maar dat komt door de vaardighedenvragen. En dat zijn eigenlijk de vragen waarin ook rekensommen gedaan moeten worden. Dus dan heb je op een verhalende manier ook een berekening erbij, zeg maar. En daar heb ik nu minder op gescoord dan de vorige keer. En die professionaliteitsvragen, dat zijn er maar 2. Daar heb ik gewoon 100% behaald. Wat nu de oplossing is, of wat nu de hulp gaat zijn. Hij gaat kijken of er een trainer is die volgende week, dus komende week,
mij kan helpen, die dan digitaal 3 uur mee kan kijken om vooral dus op het stukje vaardigheid met mij mee te gaan kijken waar ik eigenlijk de fout in ga en hoe ik dat op kan lossen. Want ik zei al van, het zijn zoveel formules eigenlijk die je moet onthouden en dan vergeet ik wel eens een stap. En ja, als je dat vergeet, dan is natuurlijk de hele som alweer fout. Dus dat is wel heel erg fijn dat hij mij daarin kan helpen. En die kennisvraag is gewoon stampen. Hij zei, het zou fijn zijn als je daar nog 10% bij kan halen. Dus 80% kan halen minimaal. Want dan kan je ook net naar die 6 toe trekken. Ik heb maar een 6 nodig. En ik ben er dus bijna. Maar nog net een klein stukje. Maar goed, het is dus wel heel erg fijn dat mijn gevoel dus wel klopte. Dat vind ik echt heel erg fijn. En fijn dat ik deze hulp kan krijgen. Ik hoop dus dat een afspraak volgende week kan gaan lukken. En dan gaan we het wel weer zien. En dan, ik heb nu mijn nieuwe examen op 8 november op maandag gezet. Maar stel dat hij voor volgende week geen trainer kan vinden, dan moeten we die even verplaatsen. Want ja, het is toch wel fijn als ik eerst even hulp heb gehad. Dus dat wilde ik nog heel even delen. Ik ben lekker aan het chillen vandaag. Ik heb net boodschap gedaan. Alera die slaapt nu. Oh ja, wat ook nog wel niet handig. Fijn is om te vertellen. Ik heb een afspraak gemaakt met een slaapcoach. Want ik ben het gewoon helemaal zat de nachten. Hoe die nu gaan met Alera. Ze is gewoon meerdere keren wakker per nacht. En het doet mij niet meer te goede. Richard doet het niet meer te goede. En dan probeer ik te bedenken. Ja, hey, het is een fase. Want het is dus denk ik een slaapregressie. Maar ik heb ook een podcast geluisterd vandaag. Over slaapregressie. En daarin zeiden ze ook van, ja, je kan het gewoon laten doorlopen zoals het nu gaat. En dan komt het hopelijk wel weer goed. Maar ook in een slaapregressie kan je nog verbetering aanbrengen. En kan je dus proberen of het beter gaat. En Dat wil ik dus wel gaan doen. En ja, we betalen er wel voor. Maar ik vind het denk ik waard. Als ik de recensies lees van hoe mensen geholpen zijn. Dat ze eigenlijk in een paar dagen al verschil maken. Ja, daar kan ik niet op wachten. Dus we hebben die afspraak voor donderdag staan. Hopelijk doet het ons wat. Want ja, ik kan eigenlijk wel weer een paar goede nachten slaap gebruiken. Want ook voor leraar is dat natuurlijk niet leuk. Dus fingers crossed dat daar wat uit mag komen. Maar hoe dat gaat verlopen, dat zien jullie volgende week natuurlijk. Maar ik dacht, ik vertel wel even vast dat ik die afspraak heb staan voor volgende week. Hi, wij zijn eventjes wandelen met Alira lekker in de draagzak. Ja, dat is toch mooi, hè? Zulke dingen dat het gewoon bestaat en dat je dan zo lekker je kindje bij je hebt terwijl je loopt. Alleen wil leren eigenlijk heel graag naar voren kijken. Ja. Zie je nu ook, ze draait zichzelf helemaal om. Nou, nu is het vooral de camera die ze interessant vindt. Ja, oké. Okay. Maar die draagzak heb je ook. Maar ja, dan moeten we ook weer zo'n smakgeld neerleggen. Dus ja. Dat is ook weer een dingetje. Want ja. Ach ja. Maar dit is gewoon lekker. Ja, lekker knuffelen terwijl je loopt. Ja, het is nu nog droog. Maar we hebben ook de blouse mee. Want het gaat zo om te regenen. Maar hopelijk kunnen we nog even een rondje lopen zonder dat het nat wordt. Ja, nou, moet het lukken. Met de paraplu's blijven we wel droog. Zeker. Goedemorgen, deze morgen. Ik ben heerlijk verlicht, want ik zit bijna onder de lamp. Het is zaterdagochtend. Ja, in Alira is hier zo leuk aan het spelen. Laat eens zien, wat ben je aan het doen dan? Welke kleur is dat? Dus oranje. Oh. Hap, 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 hap. Oh, oh. Waar is hij nou? Waar is hij nou? Is hij nou weg? Tas weg, doekjes weg. Oh, hallo. Nee, het is zaterdag. En ik dacht, ik open de vlog. Ik film nu heel even een stukje, want ik heb praktisch geen tijd vandaag om überhaupt maar iets te filmen. Want het is ondertussen 9:30. Ik ga dus zo meteen over, nou ja, 3 kwartier ga ik weg naar de hondencursus. En dan ben ik, nadat ik thuis ben weer, daarvan ben ik echt, nou ja, max 2 uur ben ik thuis. En dan heb ik wedstrijd.
En erna hebben we een feestje. We gaan even blijven hangen bij de wedstrijd na ons. Dames 1 moet na ons. Maar dat is vooral omdat we een surprise party hebben van een teamgenootje van mij. En we moeten dus haar even bezighouden. En daarna gaan we door dus naar hun huis of haar huis. En hebben we dus nog een feestje vanavond. Dus Richard is vandaag alleen met papa. Met Alira dus. Ja. Wat vind je daarvan? Oh, dat is toch leuk. Gewoon lekker de hele dag met Alira spelen. Lekker wandelen en in de draagzak. Echt waar? Ga jij in de draagzak? Oh, niet dus. Nee, top. Ga je dat redden vandaag? Ja hoor. Goed zo. Dat weet ik ook wel. Ik laat er met mijn volle vertrouwen achter bij je. Dus ja, ik vrees bijna dat dit misschien het enige shotje is van vandaag. Shotje. Met sexy haar. Ik weet het niet. In ieder geval heb ik een hele drukke dag. En wel leuk. Eindelijk weer wedstrijd. We hebben vet lang geen wedstrijd gehad. Dus druk te maken. Ik heb er zin in. En gewoon lekker spelen. En dan zien we wel hoe dat gaat. Ja. Maar goed, Alira speelt nog heel verder. Dan gaat ze lekker slapen. Ja, lekker slapen. En dan zie ik jullie misschien later wel weer vandaag. Volgens mij schrik ze af en toe een beetje. Ja, volgens mij is het niet altijd ongelukkig af en toe. Ja? Papa. Zo, zoals jullie zien ben ik weer thuis van de hondencursus. Ik was helemaal zeiknat geregend, verschrikkelijk. Ik ben gewoon echt geen herfst-winterpersoon. Bah. Ja, bah. Maar het was ook maar kort, de hondencursus, want het veld. We trainen gewoon op gras. En het is dus behendigheid. Dus... We moeten dus rennen en over hordes en dat soort dingen. En dat wordt gewoon gevaarlijk op een gegeven moment als het te glad wordt. Dus we zijn eerder gestopt en ook de lessen na ons gingen niet door. Dus we moesten nog opruimen, ook in de regen. Maar... We hebben weer even wat gedaan. Jentel die heeft weer de beweging gehad. Nu ben ik heel even thuis. Het is nu, even kijken, 1:15. Richard is even lunch aan het maken voor ons. En dan ben ik heel even thuis. En dan ga ik zo meteen omkleden alvast. Want zij gaat rondom... zachtjes. Doet, doet. Ze pakt altijd met neus. Ik ga het zo meteen rond 2 uur naar bed. Iets later dan normaal. Maar vannacht gaat natuurlijk de klokkenuur terug. Dus we hebben de hele week een beetje geprobeerd rekening te houden met de tijden en dergelijke. Om te proberen het allemaal iets later te doen. Zodat ze niet in één keer zo'n klap van een uur terugkrijgt morgen. Maar gisteravond redden ze het al niet. Alleen vanmorgen kwamen we dus ietsje later uit bed. En daardoor kunnen we het wel proberen om het vandaag... wel elke keer iets later te doen. Dus vanavond gaat ze hopelijk dus wat laat naar bed. Dat klinkt heel gek, maar in dit geval is het goed. En dan hopelijk hebben we er morgen niet zo heel veel last van. Je tong uit te steken. Ik ben nu dus heel eventjes thuis. En dan zo meteen omkleden. Zij gaat zo meteen naar bed. Dus ik moet even al mijn spullen gepakt hebben. Ja, auw, zachtjes hè? Zachtjes? Dat is mijn oorbel, denk ik. Ja, oh ja, dat is mijn oorbel. Doe dat maar niet. Mooi hè? Wil je die ook? Later, als je me kan vertellen dat je oorbellen wil, dan mag het. Ja, maar dan moet je eerst kunnen praten. En het begrijpen.
Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan lekker eten. Goedemorgen, deze morgen. Het is zondag vandaag. Ik zit in de auto met de kat, Bo. Dus hij schreeuwt even, want hij vindt het een beetje spannend altijd. Hij zit hier naast me in de reismand. Want wij werden vanmorgen wakker en toen zagen we bloed op het kleed die we onder de tafel hebben van de salontafel. En beide katten dus gecontroleerd. En toen bleek het Bo te zijn die een wond heeft in zijn, wang, nek daar ergens. En ik dacht, er zit gewoon een klein beetje bloed. Maak hem gewoon even schoon. Maar toen zagen we dat het toch wel een gat heeft. En niet zo heel groot hoor. Ik denk, het is een halve centimeter of zo. Maar er zit wel gewoon een gaatje daar. Dus ja, ik vond het toch wel wijs om dat even te laten controleren door een dierenarts. Maar ja, we zaten bij een dierenarts in Harmelen. Omdat zij ook uit het asiel uit Harmelen komen. En we zijn eigenlijk al die tijd gewoon daar gebleven. Maar de laatste tijd dacht ik van ja, het is eigenlijk zonde. Waarom gaan we de hele tijd naar Harmelen terwijl we in Houten wonen? En dus hebben we het daar opgezegd. Maar we hebben in principe nog geen nieuwe dierenarts. Want ik dacht, stel er is een keertje iets. Dan zoeken we gewoon een dierenarts op. Want we hoeven niet per se van tevoren ingeschreven te staan om ergens langs te mogen komen. Maar ja, nu wil ook nog eens het feit dat het natuurlijk zondag is vandaag. En in principe de dierenartsen dan niet open zijn. Alleen voor spoed in principe. En nu kwamen we dus uit op het Evidentia in Nieuwegein. En daar ga ik nu dus naartoe. Want dat was ook voor spoed gevallen. Nu is het niet. Hij is gewoon oké. Okay. Hij had zo willen eten. Al mocht hij geen eten dus. Dus hij heeft het niet gegeten. Maar hij gedraagt zich gewoon oké. Dus het zal niks zijn. Ik denk dat hij. Ja, ik. We hebben niet de katten horen vechten. En op zich gaan Abby en Bo best goed samen. Abby is de laatste tijd wel wat blazerig de hele tijd naar Bo. Maar meestal als ze echt aan het vechten zijn, dan horen we ze wel. En we hebben vannacht niks gehoord. Dus we vragen ons af of het vechten is geweest. Plus, Bo is toch echt wel, zeker een halve kilo, zo niet een hele kilo zwaarder dan Abby. Dus als ze al zouden vechten, dan zou denk ik Bo winnen van Abby. Dus we weten niet zo goed of het vechten is geweest. Misschien is het een absces geweest of zo dat nu is gaan openbarsten. Maar we hebben niet echt een bultje gevoeld. Er is wel een kat in de buurt die niet zo gezellig is. En waar Bo misschien wel wat mee heeft gevochten. Dat zou kunnen. Maar ja, we weten het niet. Maar het zal wel meevallen. Ik bedoel, hij bloedt niet dood of iets. En hij is gewoon normaal. Dus ik denk dat het misschien een hechtingje is. En wat antibiotica misschien. Kost wel lekker een boel geld. Yippie. Maar ja, je moet maar, hè. Verder wilde ik ook nog even delen hoe eigenlijk onze nacht is gegaan. Want die was mega verrassend. De klok ging natuurlijk een uur terug afgelopen nacht. En zoals jullie weten was Alira heel veel wakker 's nachts de laatste tijd. Dus ik zag het en heel vroeg wakker. Dus ik zag het al helemaal gebeuren dat we vanmorgen om 3:30 of zo in de woonkamer zouden zitten. Nou, niet dus. Ik werd een keertje wakker om 3:30. De nieuwe tijd. Dus op de wekker hadden we nog niet verzet. En het was dus 3:30. Dus nieuwe tijd was het 2:30 alweer. Maar dus eigenlijk was het 4:30. En toen moest ik moest naar de wc. En ik dacht, ik denk dat mijn lichaam automatisch wakker wordt. Omdat meestal Lira dan begon, zeg maar, qua wakker worden. Dus ik was wakker. En ik hoorde er heel zachtjes iets een beetje mompelen en zeuren. En ik durfde eigenlijk bijna niet naar de wc te gaan. Want ik dacht, het lijkt gewoon alsof ze het nu doorslaapt. Maar ja, toch heel zachtjes maar gegaan. Heel zachtjes weer gaan liggen. En ze bleef gewoon doorslapen. Ik denk, wat gebeurt er nou? Maar ja, schijnbaar stond mijn lichaam wel heel erg in een waakstand. Want ik kon heel moeilijk weer terug in slaap komen. Maar uiteindelijk wel gewoon in slaap gevallen. En toen werd ik weer wakker. En Alira sliep gewoon nog steeds. Nou, mega verrassend. Uiteindelijk werd ze om 6:15 wakker. Dus eigenlijk 7:15.
Nou, dat was echt... En ze werd super vrolijk wakker. Dat was echt helemaal verrassend. Maar ja, toen dacht ik vervolgens van... Ja, ze voelde misschien een klein tikje warm. Dus toen ging ik er tempen en ze had 37,8 toen. Dus toen dacht ik, oh, misschien is het ook gewoon niet helemaal lekker dat ze daarom zo goed heeft geslapen. Maar ja, vervolgens toen ik er nu net op bed legde weer, had ze 37,5. Dus misschien hebben we gewoon per ongeluk een keer geluk gehad en heeft ze gewoon een goede nacht gehad. Ik verwacht dat het toeval is en dat het niet zo blijft. Laten we daar maar niet van uitgaan. Maar dit was op zich wel heel erg fijn. Richard en ik die gingen dus, we waren om 6 uur waren we wakker, wat dus eigenlijk 7 uur was. En we zijn zo gewend dat we natuurlijk vroeg wakker zijn, dat we dachten, nou zullen we er maar gewoon uitgaan. Dan kunnen we misschien even rustig samen ontbijten, zonder dat we eerst te leren hoeven te doen. Maar zover kwam het niet. We gingen wel uit bed en we hadden ons aangekleed in ons zondagskloffie. Maar aan ontbijt kwamen we niet toe, want toen werd de leren wel wakker. Maar we hebben eindelijk een keer een goede nacht gehad met haar. Ik hoop dat het blijft. Ik gok dat het toeval is. Maar misschien is het begin er, ik weet het niet. Maar goed, nu even met Bodus naar de dierenarts. En dan zou ik jullie zo meteen even een thee doen, het was daarmee. Hey jongen. Zo, ik zit weer in de auto met Bo. Het was inderdaad een klein abcesje die opengesprongen was. Dat dacht ik al, want ik weet niet waarom, niet dat ik een dierenarts ben. Maar ik herkende eigenlijk het soort gaatje wat hij had, zeg maar. Ik weet hoe dat komt. Ik keek altijd naar Dr. Pol en dan zie je dat soort dingen natuurlijk ook. Maar het was inderdaad een klein abcesje. Wij hebben dus helemaal niks gevoeld. Maar ja, het zat op zijn wang, half nek daar. We hebben het gewoon niet gevoeld. Maar het was dus inderdaad klein. Dus dan kan het logisch zijn. Ze kreeg er verder niks viezigheid uit. Dus hij is ook gewoon goed opengesprongen. En goed leeg. En ze heeft het dus een beetje weggeschoren. En heel goed schoongemaakt met een bepaald spul. En nu moeten wij... het ook voor 5 dagen lang 2 keer per dag goed schoonmaken. Ze heeft dat spulletje meegegeven wat ik dan moet verdunnen in water. En het daarmee goed schoonmaken. En ik dacht, zoiets moeten ze hechten, zo'n gaatje. Maar het moet juist open blijven. Want als je het dicht maakt, dan kan er nog een absces weer onder komen. Super logisch ook eigenlijk als je het dan zo hoort. Dus dat moet voor de komende 5 dagen moeten we het echt goed open houden. Dus stel, er komt een korstje op, moeten we echt goed wegkrabben. Zodat het open blijft en het dan van binnenuit kan gaan helen. En als we dus zien dat er een soort van normaal... korstje op komt of dat je ziet dat het geen gat meer is, dan mag het dus dicht gaan groeien. En daarnaast ook we hebben geen antibiotica, maar ontstekingsremmer volgens mij hebben we ook meegekregen, die we ook 1 keer per dag moeten geven voor 5 dagen. En hij moet binnen blijven de komende dagen. En dat had ik ook wel verwacht. Je wil gewoon in de gaten houden dat het goed schoon blijft en het goed blijft gaan. Dus het is ook prima. Dan houden we hem gewoon binnen de komende dagen. Hij was super lief daar. Kijk, Bo is natuurlijk sowieso niet gemeen of iets. Maar hij is wel wat bang voor andere mensen. Maar ja, hij had natuurlijk ook gewoon een boel stress. Want hey, zodra je daar een dierenarts in komt, ruiken ze het natuurlijk meteen. Dus hij was ook gewoon heel gespannen. Waardoor hij eigenlijk helemaal niks deed. Maar hij was heel lief. Hij was heel rustig. Ik ben wel meteen een stuk armer. €177. Hoppakee, kaching. Maar ja, dit is ook een dierenziekenhuis natuurlijk eigenlijk. Want ja, het is zondag. Dus ja, je moet wat. Maar ja, het is wel bepalen wat gewoon een boel geld. Maar goed, ik ben weer onderweg naar huis. Heb ik voorrang hier? Oh ja, ik heb voorrang. De situatie is hier gewijzigd met de snelweg opgaan. Dus ik weet even soms dan niet of ik voorrang heb, ja of nee. Goed, ik ga weer naar huis. We kunnen Bode lekker loslaten. En verder hebben we geen plannen vandaag. Ik ga editen zo meteen deze video die jullie nu zien. En ik denk dat we gewoon lekker hangen vandaag. Wij zijn even aan de wandel geraakt. Het is, hoe laat is het? 5:10. En we wilden nog even wat tijd doden. Want onze jonge dame hier... Hallo. Die is nog steeds niet helemaal lekker. Ze had net 37, wat zei ik?
37,9. Dus ja, nu lijkt het er serieus op dat er toch tandjes misschien erin aankomen. Want en rode billen, en rode wangen, en dus wat koorts. Of verhoging moet ik zeggen. Maar ja, het zal wel weer niet. We wachten het af. Maar in ieder geval kon ze zichzelf niet helemaal lekker vermaken. Oh, daar gaat Sophie. Dus ja, Sophie ging op de grond. Dus we gaan heel even wandelen. En dan gaan we zo meteen lekker een douchen. Ik ga douchen met haar. Ik hou even vast. Douchen met haar en dan gaat ze lekker op tijd naar bed, denk ik. Dat was het ook voor deze week. Vanmiddag heb ik de vlog al geëdit, behalve dan dit stukje nu. Dus ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken voor deze week. En dan zien we jullie graag volgende week. Doeg! Ga je ook doei zeggen? Doei doei! Doei! Alira, ga je doei zeggen? Doei doei! Doei! Dag!